proeven. Wat ik belangrijk vind en wat veel mensen gelukkig belangrijk vinden, is dat dat bier gedronken wordt, bedacht wordt en gebrouwen wordt in gezelschap. We kennen het natuurlijk allemaal wel bij de Italiaanse keuken. De Italiaanse keuken staat nooit één iemand te koken. Je doet het altijd samen onder het genot van een goed glas wijn. Zo werkt het eigenlijk met bier ook. De Nederlandse keuken is misschien niet zo geraffineerd als de Italiaanse, maar onze biercultuur wel. We houden ervan gezellig met z'n allen wat te drinken. Als wij een biertje openen, dan doen we dat soms in ons eentje. Misschien als het een pilsje is en je eigenlijk gewoon klaar bent met werken en moe bent en voor de tv gewoon wil hangen. Maar echt lekker speciaal bier, een bokbier, een winterbier, een zomerbier, dat doe je met gezelschap. Samen, dat is een beetje de hoeksteen, ja, komt-ie, van mijn verhaal. Maar met alleen hoekstenen bouw je niks. Dus de bieren die we zo meteen gaan proeven, dat is een beetje de invulling van dit verhaal. Maar 80% doe je met de hand. En misschien weten jullie dat wel, maar als je op de brouwvloer werkt, dan ben je 90% van de tijd ben je aan het schoonmaken. 10% van de tijd ben je aan het brouwen. Dus we mogen onszelf wel echt een ambachtelijke brouwerij noemen. En bokbieren, ja, het is natuurlijk echt een Nederlandse traditie. Naast dat het in Duitsland ontstaan is, hebben de Nederlanders het, ja, de traditie aangenomen en hun eigen draai eraan gegeven. We gaan altijd als craftbierbrouwers gaan we allemaal hartstikke los op bokbier. Iedereen doet zijn eigen ding, iedereen wil onderscheidend zijn. Dat is typisch Nederlands natuurlijk. Hè? We zijn allemaal individuen met een eigen smaak. We willen allemaal iets unieks presenteren. Zo heb je ijsbokken. Dat is een bepaalde stijl. Dat zijn hele zware bokken. Je hebt de oerbokken. Die proberen wat bij de Duitse traditie te blijven. Je hebt bokken met fruit. Je hebt bokken die heel zoet zijn. Je hebt droge bokken. Je hebt zure bokken. Je hebt rokende bokken. Witte bokken, ja. Je hebt weizenbokken heb je. Ja, weizen heb je ook, ja. Maar is er een markt voor dan? Ja, zeker. We gaan ook een weizenbok proeven zo meteen. Oké, okay. Ja. Nou, dat is wel leuk. Wij hebben ook een bokbier gebrouwen, dat heet Oma's Pruim. Ja, nou ja, dat was hier de hele tijd al om. Hier de hele tijd al om. Dat kwam wat later achter. Ik ben er net mee begonnen. Ja? Oké, hartstikke mooi. Maar ik bedoel, je bent net begonnen met brouwen. Je komt net binnen. Zoals ze dat bij ons in de omgeving noemen, je komt koud binnen. En in ieder geval leuk dat de naam Oma's Pruim al jullie getrokken heeft om hier te komen. En dat is ook precies waar de Nederlandse brouwers zich stuk voor stuk mee willen onderscheiden. Met een apart, een eigen en een specifiek verhaal en een specifieke naam. Ja,